إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته beste broeders en zusters, welkom bij Stichting Najiba en Elferdoos Uitvaartzorg. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Zoals jullie nu kunnen zien, heeft net een collega van ons een overleden zuster naar binnen gehaald. Het is een Syrische zuster. Helaas is deze zuster niet verzekerd. De familie heeft gevraagd om ons te helpen. Dus bij deze vragen wij de Ummah gemeenschap om te doneren omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, zoals altijd. Alhamdulillah, wij rekenen altijd op de Ummah gemeenschap. Dankzij de Ummah gemeenschap, als eerste dankzij Allah subhanahu wa ta'ala, de Ummah gemeenschap, kunnen wij altijd onze overleden broeders en zusters helpen om zo snel mogelijk te begraven. Bij deze vraag ik beste mensen weer om te doneren omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, ook al is het maar een euro. Totale kosten zijn 4.850. Dus ik vraag bij deze om te doneren, beste mensen. Zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam ook heeft gezegd, wie de moeilijkheden van een broeder of zuster verhelpt op de dag of op het wereldse leven, dan zal Allah subhanahu wa ta'ala onze moeilijkheden verhelpen op de dag des oordeels. En dit behoort natuurlijk ook tot een sadaqa jariya, beste mensen. En wat ik ook vaker zeg, alle overleden broeders en zusters die wij helpen omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, op de dag des oordeels zullen ze getuigen voor ons zijn, dat we natuurlijk hun niet in de steek hebben gelaten. Ik zou zeggen, profeer van deze sadaqa jariya, beste mensen. Mubarak alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ik vraag natuurlijk Allah subhanahu wa ta'ala om de zuster rahimallah alle haar zondes te wissen. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala gaaf te bereiden, haar gaaf te verlichten. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om haar familie geduld en kracht te geven. En daarnaast vraag ik ook Allah subhanahu wa ta'ala om iedereen die doneert omwille van Allah of een dua doet om jou rijkelijk te belonen. Allahumma ameen. Assalamu alaikum.